Nick Kooijman is namelijk de speler van VVV die Dani op een puntje hield, powerplayer van de week geworden. En daar is hij dan, Nick Kooijman. Nick, gefeliciteerd. Laten we daar eens mee beginnen. Dankjewel, dankjewel. Had jij vooraf verwacht dat jij niet zou verliezen van Dani? Ja, ik wist dat ik wel een kans maakte. Ik had al vaak tegen Dani gespeeld. Ik wist hoe hij speelde en ik wist dat ik, als ik mijn niveau haalde wat ik de afgelopen weken niet heb gehaald, dat ik wel een kans maakte. En uiteindelijk zag ik het in de wedstrijd ook terug. Ik speelde goed, sterk aan de bal, goed geconcentreerd. Ik had hem echt in de tang. En voor mijn gevoel had ik de wedstrijd ook nog kunnen winnen, maar met een puntje mag ik ook niet klagen. Ja, want je hebt op deze manier ook nog een grote invloed op die kampioensrace. Je staat, ik spreek even, 12e. Dus voor jou valt er in principe geen eer meer te behalen om hele gekke dingen te doen. Zijn die laatste wedstrijden nog wel belangrijk voor je? Dat je zegt van ja, ik blijf die focus houden. Of is het, nou ja, we spelen ze uit en volgend jaar beter? Ja, ik praat ook veel met Sandro natuurlijk. En hij gaf ook al aan, op het einde dan ga je toch al merken dat er niet echt iets te winnen valt. En zo wedstrijd tegen Ajax, dan weet je dat je het kampioenschap kan beïnvloeden. Dat en dan ben je daar niet van hard om kampioen te worden. Maar ja, je wilt natuurlijk ook je punten pakken en je gezicht laten zien. En dat kan in zo'n wedstrijd natuurlijk hartstikke goed. Heb je nog een cadeautje gekregen van Feyenoord? Oh. Nee, nog niet. Nog niet? Die kan misschien nog komen. Hey, Bouw, ik begrijp, Nick, dat het sowieso hele mooie tijden zijn om Nick Kooijman te zijn. Het gaat lekker met je. Je bachelor gehaald, begreep ik ook? Klopt inderdaad. Ik ben afgestudeerd. Ik heb mijn baan binnen al. Ik ben e-sporter. Oh. Ik kan echt niet klagen. Dus, hoe gaat het met je vriendin? Heel raar. Is dit de paard? Dit is ook de vriendin van Roelie, waar je nu met de foto staat. Dit is wel apart. Dit is heel gek, jongens. Dit is apart. Nick, ben jij met je vriendin bij de bacheloruitreiking? Ja, klopt. Waar twijfelde je aan? De bachelor of het vriendingedeelte? Beide. Nee, grappig. Van jouw eigen Instagram overstolen, hoor. Niet dat je denkt dat we stiekem foto's stonden te maken. Nick, ik wil je van harte feliciteren. Gaan we jullie broers, je had het al even over Sandro, gaan we jullie weer terugzien volgend jaar ook? Ja, mijn intentie is om door te gaan. Natuurlijk is het altijd even achter, net als in de voetballerij, of dat ook vanuit VVV is. Maar ik verwacht naar de prestaties tot nu toe dat het geen probleem zijn. Dat wij volgend jaar ook, wat VVV natuurlijk veilig is officieel. Ja, goed. Ja, zeker. Te vinden zijn in de E-divisie, ja. Heb je veel contact eigenlijk met je club? Hoe werkt dat bij BVV? Is dat een intensief contact? Of is het gewoon, oké, tof, jij mag het doen? Ja, ik vind het. Ik ben echt heel erg blij met VVV. En niet omdat ik nu dit shirt aan heb, maar gewoon hoe zij zich daarin proberen te profileren. Hoe zij daarmee omgaan met e-sports. Ik merk bij andere clubs dat er weinig contact is. VVV doet dat gewoon heel goed. En daar ben ik alleen maar blij mee. En we zijn iedere thuiswedstrijd hebben activiteiten op de club. We zijn door de week soms nog wel eens voor interviews, voor studenten zijn we op de club. Contact met spelers, contact met iedereen binnen VVV. En de lijntjes zijn heel kort. En dat maakt het ook wel mooi bij zo'n kleine club. Klinkt alsof er geen gelukkiger man op aarde is dan Nick Kooijman. Nick, gefeliciteerd nogmaals. Powerplayer van de week. En we zien je nog een paar keer spelen. En sowieso volgend jaar weer. Dag Nick. Ciao. Wat een leuke gozer eigenlijk. Ja, heerlijk voor de E-divisie toch? Dat ook zeg maar dan de clubs die iets minder hoog eindigen wel gewoon echt allemaal sympathieke, chille gasten zijn. Ja.